Hallo, ik ben Florian. En ik ben Ulrike. Wij zijn voor Newsmoky nog altijd op zoek naar de mol. Omdat we bijna iedereen gehad hebben, dachten we deze week nog iemand anders. Dus gaan we voor Eline. In het begin was Eline voor veel mensen de hoofdverdachte, omdat ze in haar profiel stond Monitor Out of Limits. Dan in het woordraadsel van aflevering 2 stond Eline is de mol. En dan deed ze ook nog een paar domme uitspraken. Bij welke provincie behoren de Oostkantons? West-Vlaanderen. Leuk. De makers hadden natuurlijk ook door dat Eline heel hard verdacht werd, dus komt ze nu al een paar weken veel minder verdacht uit de montage. Maar we hebben nog eens goed op haar gelet en wij hebben ze wel door. Bij de duikopdracht kan er €2000 extra verdiend worden door de vlag van Zuid-Afrika in te kleuren. Eline lijkt een beetje op de achtergrond te staan, maar als er iemand een fout antwoord zegt, hoor je dat ze duidelijk dat antwoord direct steunt. Er zijn verschillende zaken. Nee, dat stel ik niet. Dat zal. Of het enige wat ik anders zou denken. Van blauw van het water. Ja ik blauw hier van het water en die strepen groen. Dat zat ik ook te denken, maar ik weet het eigenlijk niet. Mijn hart. Over hart gesproken, Eline heeft een hele hoge hartslag. Maar toen ze aan de opdracht moest beginnen, was haar hartslag al gestegen tot 140. Waardoor het heel moeilijk is om haar hartslag terug te laten zakken. Davy, ik hoor dat aan de manier waarop jij stapt, joh. Ik hoor er zelfs kalm, wat precies. Als de kandidaten met de mol in de kamer zitten, worden de €200 van tafel genomen. En bij alle kandidaten zie je dat dat nogal zacht en vrouwelijk gebeurt. Behalve als het bij Eline moet gebeuren, dan is het direct een heel stuk brusker. Waarschijnlijk was dat dan Gilles die dat deed, omdat Eline de mol is en niet zelf in de kamer zat. En we weten dat we het al veel gezegd hebben, maar deze week zijn we echt zeker. Eline is de mol. Moest je toch nog iets anders denken? Laat het ons dan zeker weten. Tot volgende week.